Herken je het gevoel? Je hond loopt lekker los in het bos. Ineens zie je die neus de lucht ingaan, waarna je hond met een noodgang tussen de bosjes verdwijnt. En het eerste kwartier zie je hem niet meer terug. Met zo'n hond ga je natuurlijk niet speuren, want dan wordt dit gedrag alleen maar erger. Ik begrijp dat je ongerust wordt van dit idee, maar ik heb goed nieuws voor je. In deze video vertel ik je precies hoe je daarmee om kunt gaan. Ik ben Sam van Passie voor Honden. Ik help je aan een heerlijk leven, samen met je hond. Een eigenaar van een hondenopvang die regelmatig honden uit het buitenland heeft, is heel fel tegen speurtrainingen. Zo redeneerde hij, als je met deze honden gaat speuren, gaan ze nog sneller weglopen om hun eigen neus achterna te gaan. Je maakt er jagers van. Gelukkig raakte ik met deze meneer in gesprek en kon ik hem uitleggen hoe het zit. Tijdens een speurtraining leren we de hond om een spoor dat gelopen is door een mens uit te werken. Op die manier voldoen we aan de natuurlijke snuffelbehoeften van onze hond. Vandaar dat er geen behoefte meer is om zelfstandig achter wild aan te gaan. Daarnaast werk je tijdens het speuren altijd met een aangeleinde hond en ben je letterlijk aan het samenwerken. Dat maakt dat je hond het speuren ook echt samen met jou ervaart. Misschien dacht jij ook dat het volgen van speurtrainingen met je hond het najagen van wild aan zou wakkeren. Maar nu begrijp je vast dat dat niet het geval is. Ga dus lekker speuren met je hond, ongeacht of deze uit het buitenland komt of niet. Speuren is de fijnste uitlaatklep voor honden. Je kunt echt met elke hond speuren, ongeacht ras, leeftijd of afkomst. In deze video deel ik beelden met je van de allereerste spoortjes die Polly uitwerkte.